Hey jongens van Shadowgames 23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe episode van mijn zondagvlog, zeg maar. En ja, vandaag ga ik een beetje met jullie hebben over de series, wat ik nog ga uploaden totdat ik op vakantie ga, wat ik gok zo over een maandje is. Dus Jelle, wat is dat nou? Nee, maar goed, eens even kijken. Snoes, waar ben jij? Snoesje, hallo, dit is Snoes, een week later. Dus ja, redelijk gegroeid en alles. Dus ja, spelen, Snoes wil spelen. Spelen. Ja, oké. Okay. Even kijken, goed. Eens even zien. Ik heb onlangs een nieuw spelletje gekocht. Dus ja, die ga ik wel bewaren voor de vakantie. Even kijken, dat is deze. Jawel jongens, Lego Star Wars 3 Clone. Deze ga ik gewoon bewaren voor de vakantie, denk ik. Deze ga ik pas na de vakantie spelen, want ik ga hier op Lego voor doen. Na de vakantie. Ik zit nog wel een beetje te twijfelen tussen... als ik hem kan pakken tenminste. Tussen Lego Batman 2 of de Star Wars. Dus ja, welke Lego game jullie na de vakantie gaan zien? Lego Batman 2, die superheroes, of Lego Star Wars 3? Ik ga er één van deze beide doen. Ik ga misschien later nog wel een playthrough van de andere doen. Maar laten we ons voorlopig nog maar gewoon even gaan focussen op een playthrough van één van deze twee games. Dus laat even achter in de comments welke game jullie na de zomervakantie zien. Eens even kijken, goed, wel. Dat is dus een serie die ik na de zomervakantie nieuw ga doen. Dan komt hopelijk morgen, want het is vandaag uiteraard zondag. Komt morgen hopelijk, Minecraft 1.6 uit. En als dat het geval is, dan ga ik beginnen met mijn Minecraft 1.6 adventure. Ik zit eraan te denken om er een leuk klein, anders iets dingetje, een gevalletje mee te doen. Dus ja, wat het precies is, dan moeten jullie maar afwachten tot de playthrough gaat beginnen. Ik kan jullie één ding beloven, het wordt geen normale let's play. Er gaat gewoon iets anders gebeuren. Dus maar goed, dat zal dus denk ik wel, weet ik veel van staat gaan. Ja, wanneer Minecraft 1.6, dat komt, laat ik het zo maar zeggen. En ik ga denk ik voor, als ik op vakantie ga ik natuurlijk nog wel video's uploaden. Ik denk gewoon één per dag, of twee, misschien daar vanaf. Of ik dat maar wel kan uploaden, want wel mijn internet is echt garbage, dus ik moet alles in één keer uploaden en bla 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 bla. Dus ik moet even kijken precies hoeveel ik er per dag ga doen, maar voorlopig gewoon één per dag. En wel Joran, ik en Jelle, een vriend van mij op school, die plannen eraan om een nieuwe Multicraft serie te doen. Dus ja, Multicraft Season 2, die gaat dan denk ik van start wanneer ik op vakantie ga. Dus ja, ik heb ook enorm veel Hunger Games opgenomen. Ik heb iets van 30 op mijn hard drive staan. Ik zal wel even wat laten zien aan jullie. Steven Kaken, waar heb ik die shit allemaal? Ja, ik vind het een nieuwe achtergrond, by the way. Ik vind hem echt wel cool. Even kijken. Zo. Oh ja, by the way jongens, kijk, dit is dus mijn SSD, lokale schijf C, die zit helemaal vol dus. En wel, ik ga de aankomende woensdag mee naar Complex, dat is de winkel waar ik mijn PC'tje weg heb. En wel, daar ga ik een nieuw SSD'tje kopen, dus ja, even kijken, goed. Ik moet met één hand moet ik alles bedienen, dus ja, Oké. Allemaal Hunger Games, oh wacht. Hunger Games, allemaal Hunger Games. Moet ik nog grotendeels nog allemaal renderen en alles. Maar ik ga dus ook wat Hunger Games uitbrengen als ik op vakantie ben. En natuurlijk wat ik onderspot Minecraft. Wat Minecraft 1.6, dat vind je gewoon wat. Gewoon wat series die ik op dit moment doe. Mijn Road to Gold, dat soort dingen allemaal. Maar ik heb even over naast zitten denken van ik wil wel weer een Call of Duty serie doen na Road to Gold. Oh, Snoesje wil eruit. Oké, prima. En gaan we leuk met Gizmo spelen. Jij wou er toch uit... Hup. Als Gizmo. Nou, blijf dan maar hier. Maar goed, jongens. Ik zit dus wel aan te denken of ik nog iets van Call of Duty wil doen na mijn Road to Gold serie. En ik denk wel dat ik dat ga doen. Alleen ik weet niet echt wat. Want het lijkt me wel leuk om iets met MB3 te doen of zo. Maar aan de ene kant wil ik ook wel eigenlijk wel wachten tot ik echt gewoon iets kan doen met Call of Duty Ghost. Want daar ga ik natuurlijk weer een Road to Gold serie doen. Of een Challenge Accepted serie. Ik weet het niet. Ik ga denk ik wel van MB3 nog even een Challenge Accepted serie doen. Een Challenge Woensdag of zo. Ik weet het allemaal niet. Maar als jullie daar echt gewoon iets van willen zien van mijn Challenge Accepted serie van MB3. Dan laat ik het even achter in de comments. En heb jullie er zin in als ik voor
Call of Duty Ghost, een nieuwe Road to Gold serie gaan doen van 20. Dus ja, dat lijkt me echt hartstikke leuk. Natuurlijk ga ik met Skyrim beginnen op 11 september. Jawel, dat lijkt me echt super gaaf om dat te doen. Even kijken, dus Durpsoen, die komt bijna ten einde. Ik denk nog 10 episodes, dan is die serie ook klaar. Dus ik ga proberen om de Durpsoen nog af te maken voor de vakantie. Dan ga ik proberen om mijn Road to Gold misschien af te krijgen voor de vakantie. Dat weet ik niet. Ik heb de laatste tijd niet zo heel veel episodes geüpload, maar ik zal even de deur dicht doen. Want dan schreef het gemauw van Gizmo op de achtergrond en dat willen we niet. Maar ik werk er dus wel enorm aan om wat series af te krijgen voordat ik echt op vakantie ga. Maar het zal niet meer worden dan eventueel Road to Golf en de Dropshoe. Dus na de vakantie kan ik dan eventueel Tinder's Accepted serie gaan doen. Ik kan dus met even de Lego games doen. Ik kan, weet ik wel wat voor games allemaal doen. Misschien iets van Halo, ik weet het allemaal niet. Dan komt na de vakantie nog wel even een update video. Maar voorlopig zoals het nu uitziet, komt er één nieuwe serie bij na de vakantie. En dat is een van de twee Lego games. Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Of Lego Batman 2. Dus ja, laat even achter in de comments welke willen jullie zien. Dus ja, dit is de nieuwe Batman, by the way. Maar en misschien de Call of Duty MW3. Challenge Accepted serie. Dus ja, laat het even achter in de comments of jullie die willen zien aan de vakantie. En eens even kijken, wat heb ik nog meer over te neuzelen. Oh jongens, ik wil even een bedankje plaatsen aan jullie. Maar god, mijn Skype, echt waar. Wat doe ik nou allemaal weer dan? Oh wacht, ik doe gewoon even de camera in mijn andere hand. Gaat het een stuk makkelijker en sneller en alles. Even kijken. Klik. Poef, oké, nice. Kijk eens even, oh die shit, ik heb er weer een sub bij gekregen. Ik heb nu 449 subs, echt super bedankt allemaal. Echt waar, niet normaal gewoon hoe hard het is gegaan. Ik heb nu ook over de 50.000 video weergaven, is echt super episch gewoon. Echt waar, echt, het is echt gewoon super cool. Oh kijk, de eerste Game met Kijkers staat online. Dus maar goed, ik ga dus gewoon over dat soort series doen. Game met Kijkers, dat soort lost series, zelf geldt voor Minecraft, EP6 Adventure. Of ik weet niet hoe ik hem ga noemen. Ik ga het ook maar gewoon zeggen, ik plan eraan om iets met achievements te doen. Een Road to All Achievements serie. Of zo, ik weet het niet, moet ik even kijken. Als jullie nog een leuk idee hebben wat ik met 1.6 kan doen, laat het even achter in de comments. Mods gaan helaas niet, want wel, het gaat een beetje lastig worden en zo. Ik ga wel gewoon voor Rodders de Minecraft gewoon met mods werken en alles. Maar eens even kijken, we hebben nog meer over het neuzelen. Ik heb echt totaal niks om over te zeggen, behalve dus de series. Even kijken, ik heb daar wel al mijn gamepjes, dat zijn al mijn computerspelletjes. Natuurlijk ga ik echt nog verder met Crysis 3. Dan heb ik nog GTA. Misschien, heel misschien ga ik na zomervakantie iets met GTA 5 doen, zo rond september komt die uit volgens mij. Dus ja, misschien ga ik er wel wat met GTA 5 doen, of misschien ga ik wel iets met mijn GTA 4 Lost and Damned doen. Ik zal nog wel eens een keer gewoon wat random videos erover uploaden, gewoon een lekker rampage gaan of zo. Maar als ik echt een serie ga doen, dan zal dat echt van GTA 5 zijn. Dus ja, laat het even achter de comments. Zou het niet leuk worden als ik iets van GTA 5 ga doen? Kijk, het is ook gewoon zoiets van, wat willen jullie allemaal zien? Even kijken, ik heb hier dus Crysis 3, GTA, Episodes of Liberty City, Orcs Must Die, daar ga ik misschien nog een keer wat van doen. Angry Birds Space, denk ik niet dat ik wel wat ga doen. Nou, Lego Harry Potter, jaar 1 tot 4, Lego Batman deel 1, Skyrim, die gaan we dus op 11 september doen. Dan heb ik nog Lego Star Wars, Rollercoaster Tycoon, Star Wars, Knights of the Republic ofzo. En dan heb ik nog Black Ops 2, MW3, Black Ops 1, Halo Anniversary. Daar ga ik misschien een campaign van doen. Maar ik heb nog dus wel aardig wel wat games waar ik echt nog gewoon iets meer wil doen. Voordat ik echt gewoon nieuwe games ga doen. Maar voorlopig ziet het alleen uit dat we dus een van die twee Lego games gaan doen. En dat we 11 september Skyrim gaan doen. En dat we misschien een nieuwe Call of Duty serie gaan doen. Na de zomervakantie. Als jullie nog een leuk idee hebben voor een Call of Duty serie, laat het even achter in de comments, jongens. Want dan heb ik misschien wel wat aan. Want als jullie een beter idee hebben of zo, waarom zou ik dat niet gaan doen natuurlijk. Even kijken. De Durpsoe, helaas, die komt uiteindelijk wel ten einde. Ik heb al een vraag gekregen. Ga je er nog meer verder? Wel, voorlopig dan dus niet. Maar als ik dan weer verder ga, dat zal het denk ik dan ergens in 2014 zijn. Het is misschien enorm vreemd het nu al te zeggen. Want wel, het is nu eens op de helft van 2013. Maar het is de helft van 2013 eigenlijk. Dus ja. Maar ik wil het gewoon even kwijt. Want wel, ik plan niet echt om meteen weer een nieuwe serie daarvan hierna te doen. Dus ja, dan ben ik op dit moment gewoon aan het sparen voor eventueel nieuwe gaming dingetjes. Want wel mijn verjaardag en alles komt eraan. Dus ja, misschien ga ik voor mijn verjaardag nog wel Lego vragen voor mijn Donut Movies fans. By the way jongens, ik ben niet met Donut Movies gestopt. Want ik weet echt dat er enorm veel fans van Donut Movies hier naar kijken. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik heb het gewoon druk met real life. En ik heb echt wel amper tijd voor Shadow Games. Dus ik doe mijn best. Maar het is gewoon redelijk zwaar allemaal. Oh mijn god, moet je dat eens zien daar.
Oh mijn god, die moet ik echt gaan opruimen. Jee, Philips. Oh mijn god, dat oude ding. Even kijken. Oh mijn god, allemaal doosjes hier. Wat hebben we hier allemaal? Oh my god. Razer Death Adder. Razer. Holy shit, man. Wauw. Razer Kraken. HDPVR en Razer Carcarious Lulkets. Even kijken, een hardcore Razer fan hier zo. Maar ja, ik heb dus nog gewoon een Rocket toetsenbord waar ik echt gewoon blij mee ben. En ja, als dit toetsenbord uiteindelijk een keer kapot gaat, want het gaat natuurlijk wel een keer kapot, dat is altijd logisch. Een muis gaat ook een keer kapot en alles. Dan ga ik misschien nog wel iets anders kopen. Dan heb ik echt totaal geen clue wat ik wil kopen voor toetsenbord. Want het is nog wel heel vreemd. Want in principe was ik overal zeker van voor mijn setup, voor mijn computer, monitor. Nou, monitor eigenlijk niet, maar oké. Maar mijn muis, mijn PVR, mijn alles in principe, behalve mijn toetsenbord. Ik heb hier al zo lang over gedaan om echt gewoon een goed toetsenbord uit te zoeken. Wat is dit nou? Nee, stomme micro key rot zo ook altijd. Oh mijn god. Hey, right, zo. So. Oh ja, jongens, dan kreeg ik nog vraagjes. Wanneer ga je facecampjes doen? Wel, jongens, voorlopig niet. Want wel, ik plan dus wel om gewoon even wat te gaan sparen. Misschien voor als er iets kapot gaat. Maar ik wil sowieso gewoon 100 euro hebben voor. Stel nou dat mijn computer kapot gaat. Stel nou dat mijn muis kapot gaat door iets. Of mijn monitor, die houdt er in één keer mee op. Wat is met techniek altijd zo? De ene dag doet het en de andere dag is het gewoon morsdood. Dus ja, dan kun je niks meer mee doen. Kun je niemand tot leven wekken. Het is gewoon morsdood. Maar ja, dit is bij de way dus die Philips ding van de televisie. Die werkt dus niet bij mijn computer dingetje. Dus ja, misschien ga ik wel iets van een webcam kopen na de vakantie. Maar dat weet ik niet. Moet ik eens even kijken hoeveel geld ik nog verdien. Want ik moet natuurlijk ook wat geld ophoesten voor die SSD die in mijn computer moet. En wel, jongens, dan ga ik denk ik ook een leuk klein nieuw gamepje spelen, genaamd Team Fortress 2. Misschien ga ik daar nog een serie van doen met Joran en Jelle, want die spelen het echt gewoon helemaal grijs. Misschien gewoon een Team Fortress Noob serie of zo. Ik heb dat nooit gespeeld, maar of misschien gewoon een random aflevering daarvan, dat weet ik niet. Want wel, ik doe wel heel veel series, maar ik doe nooit echt gewoon iets spontaans. En dat lijkt me wel enorm leuk om te doen. En natuurlijk ga ik door met de Hunger Games, want de Hunger Games zijn gewoon awesome. Maar jongens, ik ga het hier laten voor vandaag. De vlog was denk ik wel lang genoeg. Hopelijk abonneren jullie even. Laten we eens kijken of vandaag nog de 450 subs moet halen. Dat moet makkelijk lukken. En wel jongens, laat even een like achter. Je helpt me echt enorm mee. Gewoon even kijken of we 20 likes onder deze video kunnen halen. Ga alsjeblieft niet disliken jongens. Want wel, dat vind ik gewoon niet echt leuk. Like gewoon even. Het helpt mij echt enorm. Er komen er meer video's uit. Want dan weet ik dat jullie dit echt gewoon cool vinden. En oh my god, wat is dit nou? Verwisselt de accu. Oh nee. Oh nee. Maar goed jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Volg me op Twitter @ShadowGames23. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.